Parlement korpschef Ruben Kensen raadde de samenleving af om richting het Pikinsaron-gebied af te reizen. Hij sprak journalisten gisteren na de aanstelling van een aantal aspirant-agenten. Ook de media wordt afgeraden zich te begeven in het gebied waar zich op 2 mei ongeregeldheden met 2 doden als gevolg hebben voorgedaan. Onder controle, ja. Kijk, wij voeren surveillances uit in het gebied samen met NL. En wij zorgen ervoor, wij werken er naartoe dat het veilig blijft. En in elk geval, het is onder controle. Het is onder controle. Is het gebied 100%. Nog afgezet? Ja, we zijn bezig met opsporingswerkzaamheden nog steeds. Want ik heb de krant vanmorgen gelezen. Ja, en meneer, weet u wel. Oké, ik ga zijn naam niet noemen, hij is niet hier. Ja, ik heb in elk geval een stuk gelezen. Oepa, dat is zijn mening. Dus, nou, hij bekijkt het vanuit zijn referentiekader. Hai. Maar het gebied is in elk geval nog veilig. Maar ik zou u afraden om daarin, want het kan zijn dat, kijk, wij zijn bezig in het gebied. Dus wanneer het helemaal vrijgegeven wordt, dan zult u daar deelgenoot van zijn. 100%. De politiebaas vindt dat de situatie in Suriname nog niet van die aard is dat gesproken kan worden van een onveilig land. Hij deelde ook wat informatie over de doelen die hij had gesteld bij zijn aantreden als korpschef. Wij hebben al die punten gehaald, ja. Al die 70 punten hebben we gehaald. Al die doelen zijn gehaald. Nou, wat zijn de nieuwe doelen die u zult uitstippelen met het team? Wat die nieuwe doelen zijn, kijk, we hebben een meerjarenbeleidsplan. En daaraan gaan wij ons committeren, snap je? Criminaliteitsbestrijding. Kan de politie niet alleen. Ik heb u nodig, ik heb de burger nodig, ik heb u als cameraman ook nodig, ik heb ieder nodig. Ik heb de gemeenschap nodig. Die synergie moet er zijn, snap je? Als ik zeg of als ik instructies geef van, hey, let op je zaak, ga niet met viraal geld over straat of doe dat met pinpas of, snapt u? Dan moet u begrip tonen. Kensen gelooft niet dat de gemeenschap geen begrip kan opbrengen voor bepaalde situaties. Hij denkt dat het korps juist met meer voorlichting moet komen.